Hoi en welkom. In deze les gaan we kijken naar de hormonale regeling van de man. De leerdoelen: je kunt uitleggen wat hormonen en doelwitcellen zijn. Je weet wat het verschil is tussen endocrine en exocrine klieren. Je kunt uitleggen wat de rol van de hypothalamus en de hypofyse is bij de hormonale regeling van de spermatogenese. En dat hebben we in een andere video ook gezien, hè? Dat was de productie van zaadcellen. Je weet wat er wordt bedoeld met negatieve terugkoppeling of negatieve feedback. Er zijn twee verschillende woorden voor hetzelfde. Goed, eerst hormonen. In Binus tabel 89a staat een hele lijst aan hormonen, waar ze worden geproduceerd, wat de functie is en waar ze eventueel nog meer effect op hebben. En neem die een keer rustig door, dat je dat niet bij de toets voor het eerst ziet. Maar ja, wat zijn nou hormonen? Dat zijn signaalmoleculen in het bloed die de werking van het lichaam regelen. Nou, simpel voorbeeldje. Als jij ergens van schrikt, dan komt er adrenaline vrij. Dat zorgt ervoor dat je hartslag wat omhoog gaat. Bijvoorbeeld als jij een boterham eet en er komt allemaal je bloedsuikerspiegel stijgt, dan zorgt insuline er weer voor dat het uit je bloed wordt gehaald. Nou, dat is gewoon even een notendom, de rol van hormonen. Hormonen hebben een specifieke werking op bepaalde doelwitcellen. En doelwitcellen zijn cellen die een receptor hebben waar een bepaald hormoon aan kan binden. Dus niet elke cel heeft ook voor elk hormoon een receptor. Dus een hormoon zal dus ook niet op elke cel reageren. Even een heel simpel voorbeeldje. Er zijn rondom je stembanden zijn blijkbare receptoren die op testosteron reageren. Dus als je in de puberteit komt en er komt wat meer testosteron in je lichaam, dan zullen bijvoorbeeld rondom je stembanden zullen daarop reageren en zullen zich verder gaan ontwikkelen. Maar in je wangen, nou ja, ja, misschien dat daar inderdaad dat je wat baardhaar krijgt, maar in je grote teen zullen daar ook wel cellen zitten. Maar die zullen daar dan niet op reageren. Dus dat wordt er bedoeld met doelwitcellen. Hormonen worden geproduceerd in hormoonklieren en die dus het hormoon direct aan het bloed afgeeft. Nou, en hier links zie je een voorbeeld van een endocrine klier en rechts van een exocrine klier. Hormoonklieren zijn endocrine klieren en die geeft het product aan het inwendig milieu af, dus bijvoorbeeld aan het bloed, en heeft dus geen afvoerbuis. Dat is een kenmerk van hormoonklieren, dat ze geen afvoerbuis hebben, maar direct aan het bloed, dus direct aan het inwendig milieu afgeven. Een exocrine klier geeft het product af aan het uitwendig milieu en heeft dus wel een afvoerbuis. Heel simpel voorbeeld, je speekselklieren zijn exocrine klieren, die geven het af aan een afvoerbuis en zo komt het in je mond terecht. Ja, dan de hypothalamus en de hypofyse. We hebben het dus gehad over hormonen. We weten dat ze in hormoonklieren worden geproduceerd. Maar daar zit een bepaalde hiërarchie aan. Dus degene die uiteindelijk echt alle hormoonklieren aanstuurt, dat zijn, is in principe de hypothalamus en daaronder weer de hypofyse. En hoe gaat het in zijn werk? De hypothalamus en de hypofyse, die zitten hier in de hersenen. De hypothalamus geeft het gonadotropine releasing hormoon af. En gonado, dat is afgeleid van het woordje gonaden, hè, van geslachtsorganen. En als dat hormoon wordt afgegeven, hè, dat GMRH, heeft dat invloed op de hypofyse. En de hypofyse geeft dan vervolgens het follicelstimulerend hormoon en het luteiniserend hormoon af. Er zijn natuurlijk veel meer andere hormonen die ze afgeven, maar we hebben het nu voornamelijk even bij de hormonale regeling van de man. Even voor de scherpe kijker, je ziet follicelstimulerend hormoon en luteiniserend hormoon, dat zijn vrouwelijke hormonen. Waarom heeft een man ze ook? Mijn aanname is dat ze als eerste bij de vrouw zijn ontdekt en dat we er later achter kwamen dat de man ze ook heeft. Dus, maar toen hadden ze al de naam gegeven. Ja, dan gaan we kijken naar de spermatogenese. Dus hoe wordt nou de productie van zaadcellen op hormonaal niveau geregeld? En dan zie je twee Binus-tabellen bijstaan. Die ga ik zo meteen ook even toelichten. Het begint dus bij de hypothalamus. Die geeft op een gegeven moment dat GNRH, het gonadotropine releasing hormoon, af. Dat zorgt ervoor dat de hypofyse wordt gestimuleerd om LH af te geven en FSH. In de Binus staat ook soms ICSH,
Dat is de Engelse afkorting van LH. Nou, LH heeft invloed op de cellen van Leydig. En je ziet dat dit met groen is aangegeven. Dit bevindt zich dus nu in de teelballen. In de teelballen zijn er cellen van Leydig die gestimuleerd kunnen worden door het hormoon LH. Als de cellen van Leydig worden gestimuleerd, zorgt dit dat zij vervolgens testosteron gaan afgeven. Tegelijkertijd stimuleert FSH de Sertoli-cellen. Die bevinden zich ook in de teelballen. Die kun je ook trouwens terugvinden in Binnenstabel 86. Nou, samen met testosteron en de Sertoli-cellen die door FSH worden gestimuleerd, zorgt dit voor de spermatogenese. Dus dit zorgt ervoor dat zaadcellen worden geproduceerd. Je wil natuurlijk niet dat dit systeem op hol slaat, want anders zou dit systeem zichzelf steeds sterker en sterker en sterker gaan versterken. En dan zou je nou echt gigantisch veel productie van zaadcellen krijgen. Dat is niet handig. Dus er zit een bepaalde remmingsmechanisme in. Dat wordt ook wel negatieve terugkoppeling of negatieve feedback genoemd. Als de testosteronspiegel stijgt, zal dat uiteindelijk een remmende werking hebben op zowel de hypofyse en de hypothalamus. Dus als op een gegeven moment die testosteronspiegel boven een bepaald niveau aankomt, dan zal die deze twee onderdelen van de hersenen remmen. Nou, als deze worden geremd, wordt dit minder gemaakt, worden deze twee hormonen minder gemaakt en dan neemt de productie van de spermatogenese af, dus de productie van zaadcellen neemt af. Omdat dan vervolgens weer de testosteronspiegel daalt, neemt de remming op een gegeven moment ook weer af en dan begint het hele circus weer opnieuw. Dat is de spermatogenese. Moet je dit nou uit je hoofd weten? Nee, dat hoeft niet, want je kan het ook terugvinden in je BINAS. Dit is 89C. Ik zoom eerst even in op dit stukje. En hier zie je dus de hypothalamus en de hypofyse, en dat die twee dus in verbinding met elkaar staan. Je ziet hier dus ook andere hormonen die ze afgeven. Maar het gaat natuurlijk nu, hier zie je trouwens ook de gonadotropen hormonen, zie je deze erbij staan. ISSH waar ik het net over had, of LH is dus hetzelfde. Maar het gaat natuurlijk nu om de spermatogenese. En hier zie je dus eigenlijk in een wat kortere versie wat ik net heb uitgelegd. Let op, je ziet ook wat wordt gemaakt, wat de stimulerende werking is en wat de remmende werking is. Dus waar ik het net had over de negatieve feedback of terugkoppeling, dat staat hier allemaal in. Moet je dit dus uit je hoofd weten? Nee, maar je moet wel snappen wat je hier leest. Dus dat is even vooral belangrijk, dat je snapt wat hier staat. Goed, dit was dan de uitleg van de hormonale regeling bij de man. Mocht je nog filmpjes willen bekijken waar het net op een andere manier wordt uitgelegd, kijk dan ook op het YouTube-kanaal van Biologie met Joost. Als nou deze filmpjes heel erg bevallen, vergeet dan niet om je te abonneren. En wens ik je nog heel veel succes.